Zo, daar zijn we weer. Het is zondag en we kunnen beginnen met de maaltijd. Maar voordat we gaan beginnen, zet ik eerst even mijn scherm uit. En wil ik jullie een mededeling doen. Want ik denk toch dat ik de maaltijd op vrijdag ga doen. Maar ik wil nog even weten hoe jullie erover denken. Vorige keer hebben we het al een keer erover gehad. En toen zei ik van misschien ga ik het een dag eerder opnemen. Zodat het wel op de zondag kan blijven. Maar een deadline voor jezelf stellen werkt altijd beter. Want anders ga je het alsnog uitstellen. Ja, daar heb ik ook last van. Gebeurt bij iedereen. Dus ik zit erover na te denken om helemaal naar de vrijdag te doen. Neem ik donderdagavond op. Hebben jullie vrijdagmiddag tijd of vrijdagavond tijd om dit te kijken? Laat het me nog een keertje even weten, jongens, want ik twijfel er nog een beetje over. En ook voordat we gaan beginnen wil ik heel veel snel inhaken op een comment van vorige week die ik wel interessant vond. Van de enige echte, laat me even zoeken, Trendzone. En die zei, misschien is het een idee om vooraf de mailtjes te selecteren. Dat was ook eigenlijk het oorspronkelijke idee. Dat heb ik ook een tijdje gedaan. Maar laatst tijd ben ik gewoon weer van bovenaf aan begonnen. En ging ik weer naar beneden. Maar dit was wel even weer zo'n besefmomentje van... Ja, inderdaad. Eigenlijk moet ik ook even filteren. Dus dat ga ik vandaag weer meer doen. Dus misschien heb je kans om overgeslagen te worden. Maar dat betekent wel dat ik nu ook oudere mailtjes ga behandelen. Zodat we echt het niveau hoog houden in de mailtijd. En dat motiveert elkaar weer om verder te gaan. Laten we snel beginnen bij... Jessica. Jessica is 13 jaar oud en ze heeft een muziekapp gemaakt. Het is best wel grappig dat jullie ook echt geïnspireerd worden door elkaars werk en dan ook ander soort muziekapps gaan maken. Ik heb al heel veel weerapps zien langskomen, we hebben al heel veel muziekapps zien langskomen. Dus dat is leuk en dan hoop ik ook dat jullie daar dadelijk als member live staat, dat jullie dat dan daarin gaan uploaden en ook feedback aan elkaar gaan vragen. Klein updateje, we zijn redelijk ver. Ik kan alvast iets verklappen, de huisstijlkleur wordt blauw. Als je goed nadenkt en goed op hebt gelet bij onze afleveringen van Maaltijd, dan weet je ook wat het logo gaat worden. Dus langzamerhand kan ik er wel wat meer over vertellen, want het begint echt vorm te krijgen. Het platform, development, design. Oké, we gaan verder. Waar wordt het gemaakt? Ik heb een app gemaakt om zelf een beetje te oefenen. Het lijkt me leuk om later een studie te doen. Oké, je onderbouwing. Ik heb in de app zelf gekozen voor een blauwe kleur. Oh, toevallig, omdat dit vaak wordt gezien als rustig en kalmte. Ja, dat is meer iets voor de kleur groen, maar blauw valt daar op zich ook wel onder. De lettertypes heb ik simpel gehouden, zodat het overzichtelijk blijft. Ja, ze heeft een PSD opgestuurd. Dat is niet helemaal netjes, want dan moet ik die weer downloaden en openen in mijn eigen Photoshop. Is niet erg, want natuurlijk heb ik Photoshop, maar stuur even de volgende keer een JPG'tje op. Dat is wat makkelijker om het te laten zien. Ook een tip voor als je eens een keer naar een bedrijf toestuurt, geen PSD'tjes opsturen. Ook heb ik een simpel logo gemaakt met de Q en de M. Wow, dat sprak echt Amerikaans uit. De Q en de M, zodat het niet zo mega simpel bleef. Ze heeft het muziekje genoemd. Alright, ze wil feedback op de uitleiding kleuren grote. Nou, daar gaan we dan jongens, download. Alright, en het volgende scherm gaan we ook even openen. Nou, we hebben ze alles weer geopend. Laten we natuurlijk eerst even kijken naar het login scherm. Dat is altijd een interessante toevoeging. Login scherm is ook zoiets, dat is zo populair. Maar in heel veel apps is het eigenlijk niet nodig. En wat ik zie, wat heb je gedaan? Oké, je hebt dus een iPhone gebruikt. Het is op zich wel grappig hoor jongens. Nu ik zo de PSD aan het spelen ben, vind ik het ook wel leuk om te zien wat jullie hebben gemaakt. Misschien is dat iets leuks om wat mee te doen. Denken jullie daar zelf ook even over na. Maar even in te haken op je interface. Het is op zich wel netjes. Ja, alleen de achtergrondkleur met de kleurencombinatie van deze vind ik niet geweldig. Dit is een beetje tandartsgroen of pearlgroen. Combinatie met het blauw. En dat water straalt ook niet echt muziek uit. Tenzij je erover na hebt gedacht dat de geluidsgolven van het water de muziekfrequenties reflecteren. Maar dat zag ik niet in je mailtje staan. Dus we gaan even door naar het andere scherm. En dan ja, wat zien we eigenlijk? Justin Bieber is nog steeds populair. Dat blijkt wel weer. Waar wou ze ook alweer feedback over? Uitleiding, kleuren en grootte. Ja, de uitleiding, kleuren en grootte. Nou ja, ik snap niet waarom dit op deze manier... is gedaan. Als ik eventjes ga meten. Het is eigenlijk wel grappig jongens. Ik kan nu gewoon een beetje in Photoshop jullie ontwerpen gaan meten. En deze uitleiding is ook een beetje apart. Je vraagt je af waarom dat eigenlijk zo dicht op elkaar zit. Terwijl hier nog heel veel ruimte tussen zit. Dat geldt een beetje hetzelfde voor die lijntjes met tekst. Er zit nog niet echt een samenhang in. En ik vraag me ook af waarom je
allemaal zoekopties achter downloads heb gezet en er een optie is voor download en downloads. Dat kan, maar dat heb je er niet bij gezet, dus dat is voor mij lastig. Singer is volgens mij ook artist, maar dat zijn wel hele kleine details. Ik vind hem overal niet heel slecht, maar ik wil je nog wel aanraden om wat meer je huisstijl erin te verwerken en ook te kijken hoe dat in andere muziekapps gaat. Open is gewoon je Spotify of je SoundCloud. Kijk daarin, wat gebeurt daar, wat voor opties heb ik daar, hoe wil ik het beter maken? Ik denk dat jij hier te snel in Photoshop begonnen bent en dacht, ik vind het heel leuk om een app te maken. Maar als je echt een designer wil worden met inhoud, en dat is geen belediging, dat is juist motiverend, dan moet je echt eerst nadenken over welke opties jij erin wil hebben, in plaats van dat je gelijk begint in Photoshop. Als dat niet zo is, dan excuses, maar ik denk het wel. Wat ik trouwens ook wil aanraden, kun je misschien ook een keer je schets erbij zetten, want eigenlijk is het natuurlijk heel goed als je begint met een schets en dan uiteindelijk een app maakt. Want dan, als je aan het schetsen bent, denk je na over welke keuzes je of welke opties je erin gaat verwerken. Misschien is dat leuk. Dan kunnen we wat meer inhoud aan geven. En zoals ik al zei, het openen van Photoshop is ook wel grappig, want dan kunnen we wat meer details bekijken. Ja, ook iets om over na te denken. Jongens, laat even weten wat jullie ervan vinden in de comments. We gaan naar de volgende. Het is Renzo. Hij is 17 jaar, hij is grafisch ontwerp. Al sinds 2009 is dat mijn hobby. Hij maakt 3D art, covers, albums, intro's, music, visualizers en labels. Dat is heel veel. Hij is gewoon een visual of graphic designer. Weet u trouwens wat het verschil is tussen een graphic designer en een visual designer? Ik heb die discussie een keer op school gehad. En volgens mij is het verschil dat graphic meer ook met offline en print doet. En visual echt alles met RGB, zeg maar. Maar dat weet ik niet zeker. Weten jullie daar antwoord op? Want ik zie dat heel veel mensen die begrippen door elkaar gebruiken. Maar oké, hij heeft een website gemaakt en daar wil hij wat feedback op. De website heeft een responsive flat design met meest kromme menubalk. Wat zou ik het beste op de homepagina kunnen zetten? Is het verstandig dat ik een prijzenlijst op mijn site zet? Zou ik misschien ook wat feedback op mijn portfolio kunnen? Oké, dit is leuk. Hij heeft een vraag erbij gezet die ik wel heel interessant vind. Of die prijzenlijst op zijn website wil zetten. Daar ga ik straks even op inhaken. Is leuk. We gaan even beginnen. Oh, dit zou zo mijn logoetje kunnen zijn, vinden jullie niet? Zijn naam lijkt ook trouwens op die van mij, alleen de N is anders. Oh nee, niet, wacht. Je moet nog wat omdraaien. Als je de Z omdraait en de I, dan is het mijn naam. Oké, dit is een slider waar hij het over had. Dat is een plugin die hij gekocht heeft. Ja. Heeft hij dit gemaakt, dit soort dingen? We gaan even verder scrollen. Dit kan hij. Oh nee, dit is... Oh, huh? Oh, ja. Oké, we gaan even verder. Ik zal er zo op inhaken. Dit is wel redelijk netjes. De manier waarop deze portfolio items zijn neergezet lijkt een beetje op hoe we het een member ook willen. Dus dat is wel grappig. Maar dit gedeelte wil ik even op inhaken en daarna zal ik even iets zeggen over de prijs. Vaak als je op een portfolio komt en je krijgt van zulke ronde dingen, dan geeft dat weer wat je kan. Hè? Dus bijvoorbeeld motion design. Hoe je het op deze manier hebt gedaan, is dat je eigenlijk kopjes hebt gemaakt, terwijl dat eigenlijk aparte onderdelen zijn van je portfolio. En omdat dat op veel portfolio's anders wordt gebruikt, is dat denk ik niet helemaal duidelijk. Ik zeg niet dat het slecht is, maar er kan wel een verwarring ontstaan. Dus dat is iets wat je mee zou kunnen nemen. En voor de rest, je werk ziet er netjes uit. Ik denk dat als jij je focus blijft houden op 3D en als soms een beetje 2D, wel aardig wat klanten kan krijgen. Want het is wel lastig als je zeg maar een bedrijf bent en je moet een goede 3D motion designer zoeken. Die vind je niet zomaar. Die ook nog een beetje professioneel is. Dus ja, je werk ziet er gewoon netjes uit. En dan zal ik gelijk maar even hebben over de prijzen. Even kijken, wat heeft hij hier? Oh, hij heeft hier een pagina met prices. Al ben je net begonnen en je wil gewoon wat opdrachtjes krijgen, dan kan het hebben van een vaste prijzenlijst handig zijn. Maar je zal merken als je wat langer in het vak zit, dat je niet meer vast kan houden aan deze prijzenlijst. Want laat nou staan dat een groot bedrijf jouw werk interessant vindt en die vraagt of die wil jou makkelijk €100 bieden voor een logo. Dat kan. En dan ga jij niet zeggen van nee, maar logo's zijn €40. En dat grote bedrijf, die is waarschijnlijk ook heel professioneel, dus het proces gaat lekker en misschien ben je er wel binnen één dag mee klaar. Dus kan, hè, dat kan. De volgende dag heb je een andere klant, of een week daarna, en die krijgt ook voor €40 een logo voor jou en die blijft maar met aanpassingen komen. En je bent er eigenlijk een week mee bezig, het levert je stress op.
eigenlijk gaat het dan om diezelfde 40 euro. Dat is natuurlijk niet helemaal in verhouding. Dus je moet een beetje voor jezelf nagaan van, hey, wat wil ik en hoe denk ik dat dit project gaat lopen? Als je meerdere klanten krijgt, ga je ook van tevoren al zien van, hey, dit wordt een lastig proces of niet. En daarop zou je je prijzen moeten baseren. Maar als je echt net beginnend bent en je wil echt net gewoon wat geld ermee verdienen, dan zou ik dat wel op deze manier doen. Wel zou ik erover nadenken of je het Engels moet doen of Nederlands. Ik zou zeggen Nederlands, want netwerk is gewoon het belangrijkste. Het is natuurlijk zo dat je met Engels meer mensen bereikt, maar hoe bereik je überhaupt die mensen? In Nederland kun je echt beginnen met je eigen netwerk. Misschien kent je vader wat mensen. Of kennen jouw vrienden weer iemand die een bedrijf heeft. En dat zijn de eerste connecties waar je het mee op moet bouwen. Je gaat niet iemand bellen nu in Engeland om te vragen, hey, wil je logo voor 40 euro? Zo werkt dat vaak niet. Dus ik zou zeggen, begin met je eigen netwerkje. Laat het professional eruit stralen. Hou die prijzen er niet bij. Want dan kan je er ook meer van vragen. En zit je niet vast als het een lastige klant is. Dus dat is mijn feedback voor jou. Dat is wel lekker. Dat vond ik leuk. Ja, goed. Die was ook weer Renzo. Renzo, succes. Kijk, ik ga nu wat dieper in hè, op items. Dat is eigenlijk veel interessanter. Maar dan kunnen we ook weer minder mails beantwoorden. De dilemma's in mijn leven zijn erg groot. We gaan gewoon even onderscrollen naar vorige week. En we gaan even naar Rick Klaasboer. En die wil niet dat ik kijk naar de vorige e-mail. Ja, wat ik vaak zie, daar wil ik nog even wat over zeggen. Sommige mensen sturen 3 e-mails. Dan vergeet je eerst de bijlage, dan vergeet je de link. Controleer je e-mail voordat je hem eruit stuurt. Ik bedoel, kijk, ik ben nog niet zo moeilijk, maar als je zoiets naar een bedrijf doet, die nemen dat vaak niet serieus. Controleer je e-mail, niet even snel iets eruit sturen naar een bedrijf. Natuurlijk, ik ben wat liever voor jullie, maar je snapt het. Dat is... Wees daar professioneler in. Controleer je werk voordat je het eruit stuurt. Iedereen maakt fouten, dat is niet erg. Maar als je het controleert, maak je minder fouten. Rick, 13 jaar, hij is begonnen in Paint. Maakt niet uit, iedereen is begonnen in Paint. Wat is het? Hij heeft de redesign gemaakt van SoundCloud. Nice. Het is gemaakt voor de PC-versie. Hij heeft het design gekozen omdat SoundCloud nu een beetje druk is. Daarom koos ik voor de stijl van flat en clean. Ik heb de originele SoundCloud-logo behouden. Omdat er goed genoeg en clean uitzag. Ja. Ja, anders had het ook een logo redesign geweest. Maar we gaan hem gewoon eventjes doorheen scrollen en openen. Alright, nou ik heb er nu eventjes een paar gedownload. En we gaan er gewoon eventjes doorheen kijken. Oké, we gaan eerst even verder klikken. Dat doen we altijd. Oké, nou laten we eerst even beginnen met deze. En het eerste wat ik eigenlijk zie is dat je heel erg één bepaalde stijl hebt proberen te creëren en die door hebt weten te voeren, ook binnenin de genres. Maar het is natuurlijk belangrijk dat in een website waar er heel veel verschillende albumcovers worden geüpload en er dus heel veel verschillende stijlen zijn, er toch een bepaalde samenhang is. Die bergen zijn prachtig. Maar wat nou als er hier een rockband of een hip-hop rapper had gestaan? Hoe zou dat er dan uitzien? Zo moet je het ook aan iemand presenteren, want het gaat erom dat het ook werkt. Het is niet alleen maar zo dat als je ergens een plaatje inplakt van een berg, dat het er dan mooi uitziet en dat je het dan kunt verkopen. Zo werkt dat niet. Maar die header vind ik wel weer heel nice, omdat je daarmee meer een beetje in de beleving stapt van SoundCloud. Dus dat vind ik erg nice. De bovenbalk ziet er ook rustig uit. Maar natuurlijk, het is wel een beetje te weinig informatie. En ik snap dat jullie het clean willen maken, dat is ook goed. Maar eigenlijk kan ik alleen maar een keuze maken uit genres. En waar zou ik bijvoorbeeld kunnen zoeken naar een artiest die ik leuk vind? Of wat is er nu trending? Of dat soort dingetjes, die zou je erin kunnen verwerken. En je zei in je e-mail dat je niet een app wilde maken omdat iedereen het al deed. Maar deze pagina is eigenlijk een app, maar dan in een groot scherm geplakt. Op de manier waarop het is ontworpen. Dus ja, dat zou ik dan doen. Dan minstens hier nog een achtergrondje achter en nog iets van een tekst. Zodat je wel het gevoel hebt dat je echt op een desktop zit. Want dit lijkt meer een afbeelding van een app design in een groot scherm. Dus dat is eventjes mijn feedback voor je. Oh, deze gaan we hier nog eventjes behandelen. Ja, dit is redelijk netjes en ik zoom eventjes in. Ja, wat ik zie is dat de uitleiding is niet helemaal lekker. Let daar op van die kleine dingetjes. Zoals deze ruimte. En dan is die hier weer heel groot. Ik denk niet dat je daar heel bewust over na hebt gedacht. Dit ziet er wel lekker uit. Maar dit zit dan weer heel dicht op elkaar. Dit is dan weer erg klein.
En deze uitleiding is ook niet helemaal lekker. Dus als je dat nog even fixt, dan denk ik wel dat je redelijk in de buurt komt. En wat zou je bijvoorbeeld kunnen doen met deze achtergrond? Ja, ik denk dat er nog wel dingetjes zijn om te verbeteren. Maar het is niet heel slecht. Het ziet er redelijk nice uit. En je weet wel hoe je iets moet presenteren. Dus leuk. Ja. Nou, en we gaan naar Milan. Niet de Milan, maar een Milan van 13 jaar. Het is een muziekapp waarmee je muziek kunt luisteren. En jezelf muziek kunt posten. En er is ook een Shazam optie. Heel veel opties. Ik heb een mix gemaakt van Spotify, Shazam en YouTube in één app. Omdat de drie apps heel veel worden gebruikt. Maar dan moet je constant naar een andere app gaan. Ja, het feit dat die drie, alle drie zo succesvol zijn, betekent niet dat je ze alle drie moet combineren. Maar ik snap wel je gedachtegang erachter. We gaan hem gewoon eventjes openen. Oké. Ja. Dit is wel nice hoe je dat hebt gepresenteerd. Ook leuk. Ja. Oh. Wow. Alright. Nou, ja, hier kan ik eigenlijk iets heel simpels op zeggen. En dat is dat je redelijk, ik vind je uitwerken redelijk goed. En veel mensen komen niet voorbij één of twee schermen. Dus ik vind het knap dat je, zoals je hier ziet, dat je ook gewoon echt verschillende schermen hebt ontworpen. Dat komt wel professioneel over. Dat je echt er wel werk in hebt gestoken. Dat is netjes. Maar op het gebied van visual design kan je nog wel wat dingetjes verbeteren. En daarmee bedoel ik simpele dingetjes zoals wat kan wel en wat kan niet. En nou ja, uitleiding is natuurlijk altijd een van de belangrijkste dingen, jongens. Alsjeblieft, let daarop. Het is niet moeilijk. Deze ruimte is groter dan die ruimte. Je hebt hier geen wiskunde voor nodig. Zet die dingen in het midden. Dit icon is veel groter dan deze. Dit hamburger icon is net wat te aanwezig. Hij is net wat te dik, te groot. Ja, en hieronder zie je eigenlijk wel dat het echt een beetje te veel van het goede is. En zoals ik al zei, knap dat je heel veel dingen hebt uitgewerkt, maar dit is niet echt een lekker lettertype om klein te weergeven. En ik snap misschien dat je het lettertype wat past bij die artiesten bij wil hebben, maar als het niet leesbaar is, dan is het gewoon een no-go. Altijd. Hier ook, de pauzeknop komt gewoon buiten het beeld. Dan ga je dus uit de app. Dat is niet heel handig. Ja, en deze is nog wel het mooiste voorbeeld, vind ik, van, en dan bedoel ik niet mooi als in mooi visual design, maar het mooiste voorbeeld van iets te veel van het goede. En dat is dat je eigenlijk ziet dat het hier heel erg druk wordt doordat je zo'n font gebruikt. Ik zit er namelijk nu even over na te denken, nu we toch wel even een tijdje bezig zijn. Ik weet niet of dat lekker voelt of niet, maar hoe zou het nou zijn als jullie, net als het idee, net met dat Photoshop dingetje, hoe zou het nou zijn als jullie een Photoshop file van jouw beste werk insturen en ik doe er wat aanpassingen in en ik stuur het terug? Is dat misschien een leuk idee? Ik zeg maar wat. Hij voelt best wel grappig, maar misschien voelt het ook weer zo van, blijf van mijn werk af. Ik weet het niet. Laat het even weten wat jullie idee daarvan is. Misschien kunnen we daar een itemje van maken. Hoe gaat dat? Dan kunnen we ook weer makkelijker die dagen switchen. Ik wil nog zoveel mailtjes behandelen, jongens. We gaan ook binnenkort een livestream doen. Dan zullen we langer met mailtijd bezig zijn. Dat lijkt me echt heel erg tof. En dan gaan we ook meer vragen beantwoorden. Als mensen ervaring trouwens hebben met livestreams, stuur even een mailtje naar contact@doegaten.com. Wij hebben er totaal geen ervaring mee. Stuur wel even een linkje op van wat je hebt gedaan. Zodat we kunnen weten wat we aan je hebben. Ja, klinkt hard, maar zo werkt dat nou eenmaal. Dus ik heb dus jullie feedback nodig. Zet dus deze keer eventjes een extra comment hieronder neer. Ik heb jullie nodig. Ik zie jullie volgende week zondag. 3 uur. Op hoe gaat dat? Ik bedoel, nee, misschien niet zondag. Oh, wow. Ik ging alweer bijna fout. Nou, en ik mag ook niet meer afsluiten met de endcard, zag ik in een comment. Dus ik zal niet zeggen dat de endcard eraan komt, maar dit is het einde van de video.